Nieuwveld, mijn naam is Stefan. En vandaag is het zaterdag 26. Nee, het is 19, de fiets staat mooi buiten. Zoals je ziet. Kijk, daar staat hij. Kijk, een mooie schoon netjes. Het is erg nat buiten. Ik heb niet zo heel veel te vertellen eigenlijk in deze vlog. Ik heb goed slaap verder. En een goede dag verder gehad. Goede verder aan het wensen gehad. Vaat uitgepakt, ingepakt. Vanochtend even ontbeten. Net fiets schoongemaakt voor het komt op Instagram, Facebook. Weet je, boem is lui. Het is weekend, dus we doen lekker rustig aan. Lekker chillen. Ik ben over kamerstofzuiger zoals je ziet. Zo. Nou, oké, okay. Welkom bij dit nieuwe vlog. Het is van 407 alweer, 406, weet ik niet precies. Het is weekend, dat is lekker. Het is zaterdagmiddag, 10:30. En hij is nooit weg. Dat is het leukste vandaag, dat is leuk. We zijn we daar niet thuis. Dus ik kan lekker de hele dag in Wageningen blijven. En aan het einde van de middag ga ik pas nog altijd toe. Dus dat komt wel goed. Ik heb zin in het weekend, ik heb zin om schaam te doen. Ik ga straks thuis lekker even. Volgens terugkijken en tablet bewerken en dagboek schrijven, wat ik even doen. En gaan we beginnen met een nieuwe video. Dit wordt een midweekvlog, die komt vanmiddag online. Zoals dat hoor. Straks komt hij online, voor 1 uur komt hij online. Ik heb voor eerst goed staan vannacht. Ik heb lekker pfaaltjes ingepakt, uitgepakt. Gisteravond, ik heb de Voice van Holland gekeken, uit de night. Daar ben ik altijd geslapen, ik was heel moe. Goede gesprek gehad met mijn geluidster gisteravond, dat is ook wel tof. En ik voel me ook minder moe, dus dat is ook wel chill. Ik heb een goede schrik met de fiets. Voor het zet ik op Instagram straks, dus in ieder geval vergeet geen duimpje omhoog doen als je het leuk vindt. En vergeet te abonneren op het kanaal, dat zou ik ook graag vinden. Ik heb gisteren mijn Donux gelezen. Twee Donux. Leuk extra connectie te lezen. Dat is wel tof. En voor de rest. Zo goed slapen eigenlijk. Ik was ook weer vroeg wakker. Maar het zal wel uitslapen, dus dat ik 10:30 geworden. Maar ja. De kamer ziet er op zich wel netjes uit. Maar ook houden het hier netjes uit. Belangrijk. Ik heb vandaag een goede week gehad, gisteren heb ik gewerkt, gisteren heb ik het ook al verteld over mijn werkweek. Vandaag gewoon lekker rustig aan de rand ook fietsen, morgen kerk, morgen even lekker bijslapen of zo. En voor ik zelf zou het hebben, is het wel super gaaf. Ik heb heel veel zin in, ik vind het wel een beetje spannend, Maar het gaat lekker met mijn Instagram account, mijn Facebook account gaat goed. WhatsApp gaat goed. Twitter heb ik even niet meer gedaan, heb ik ook nog getweeten. Ik ben gewoon druk, dat is iedereen tegenwoordig. Dus ja, zeg excuus voor mij. In ieder geval, ja. Dat is een korte update video. Deze gaat maar 6 minuten duren, dat ik niet heel veel te vertellen heb ofzo. Ik ga niet heel veel doen dit weekend. Ook wel, we zijn thuis, die zijn een verjaardag van mijn tante. Die 60 wordt. Mijn ouders is ook niet thuis, dat is een van de middag, ik pas nog maar altijd doen. Dus. Ja. Ik heb geen bier om te vertellen eigenlijk. Ik heb niet echt zin in eten zo. Ik heb een blindtap en een bordje met gebakken aardappelen en een kopje koffie. Zodat we lekker wakker worden. In ieder geval, het is weekend. Weekend, hey.
Kijk, ik eens gaan doen, dit is een weekendvideo. Ik kom ook een weekendvideo online. En misschien ga ik nog wandelen of zo. Weet van dat is voor ik namelijk ook wel leuk. Een leuke vlog gewoon, zag ik. Dat is al zo tof. Ik denk ja, helemaal niet enthousiast, hè? Nou, maar gewoon een beetje lui, dus ik moet nog. Maar dat komt allemaal goed. Ik kan in ieder geval niet op aan het hanteren dat ik een fietsje gemaakt heb. Als je lui ben. Als je moe ben nog. Mag ik allemaal een drukke werkweek. Iedereen heeft een drukke werkweek, denk ik. Ik heb een goede secret Instagram account. Ik kreeg gisteren een feedback van een collega voor twee keer voor ik ook al dat ik haar te veel appte. En dat ik ieder weekend haar app en dat meer mensen ieder weekend heb. Nou, leuk dat ik hier dat mensen heb. Ik weet dat mensen druk zijn, ik ben zelf ook druk, ik reageer ook niet altijd op appjes. Ik heb de schijt aan, dus ik heb gewoon mensen als ik app wil. Maar anders ben ik. Ik ga binnenkort vast, hè. Ik ga binnenkort een keer offline. Dag, een half uurtje, een uurtje. Ik kan niks plaatsen. Dat is wel goed voor mij en goed voor de mens. In ieder geval, hele fijne dag vandaag. Doe eens gaan, pak een weekje rust. Als je ziek bent of griepig bent, beterschap. Pak je rust. En het zou licht een opladen, zie ik. Kijk maar. Dat is mijn tas. Mijn cabine. Misschien zo even stopzetten, het is een Wendy, dus dat ga ik sowieso even doen. Ik wil van een hele fijne dag wensen. Dus ik ben vanavond of morgen een nieuwe video. Maar de rap video is ook goed bekeken. Ik ben blij mee. Beatbox video is ook, dus dat is wel tof. En een hele fijne dag verder. Ik hoop morgen dat het enthousiaster te zijn. In ieder geval, super tof dat jullie keken. En ik heb goede schrik met jullie, goede schrik met mijn kanaal. In ieder geval, sorry dat ik de afgelopen dagen niet heel veel geüpload heb. Ik had er andere dingen te doen. Ik doe een middag vlog. Dus in ieder geval, ja, een fijne dag en zie ik voor een video. Doeg. Hele goede avond, maar welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Stefan. Ik ben naar Randwijk dit weekend. Welkom bij een nieuwe midweek vlog, met de weekend vlog bedoel ik. Met lekker een bak koffie op, stroopwafel op, goede dienst gehad vandaag. Goede gesprekken gehad met elkaar, veel gebeden met elkaar. Het was een toffe zondag. En ik volg de gezinsvlog tegenwoordig op YouTube. Superleuk vlogs maken ze. Een stuk van hun kanaal, op grote gezinsvlog op YouTube. En like en abonneer vooral op hun kanaal. Een superleuk kanaal. Ze hebben heel veel energie, volle passie. Ze hebben er altijd zin in en ze hebben een goede schik mee. Dus dat is mooi. Ik was toch heel erg als me. Als ik maar de hele week ben zo relaxed en zo vrolijk en zo gezellig en zo positief. Dat ben ik natuurlijk niet altijd. Maar dan kunnen we allemaal zelf wat aan doen natuurlijk. In ieder geval, super tof dat je kijkt. En dan gaan we beginnen deze nieuwe video. Ik ga je teut opladen, ik ga me zo een oplader leggen. En ja. Ik heb een goede doel op. Een foto van mijn zus die ik gisteravond gemaakt heb, zijn veel geliked op Instagram. Dus dankjewel daarvoor jongens, dankjewel. En een goede zondag gehad. Ik gezwaaid de mensen. Gedag gezegd en ik heb zo met elkaar gebeden. Het ging over zijn commissie. En dat was een goede dienst, goede preek. En het ging over welke taal spreek jij. Dus het was heel interessant allemaal. Dus het was heel tof. En verder heb ik gewoon een hele gewoon prima dag gehad eigenlijk. Vanochtend naar de kerk geweest. Vanochtend was een broer hier gelogeerd, hier op de kamer. Chill geslapen. En vanochtend wakker geworden en zo. En ik heb even lekker douche. Was ook even lekker, was even nodig. Lukken maar. Oh. Goed. Super. Oh. Super toffe dag gehad. Dienst zijn goed. Het
praten met jou Willem, wat ging goed. Bidden ging goed samen. En ik heb een boeiende ging van hem gehad op Facebook, Facebook chat. Ik heb God gedankt, ik heb tot God gebeden vanmiddag. En we gaan deze week anders doen. We gaan niet meer vrolijk, nu heel heilig, machtig, of heel goed en netjes heilig woontje spelen. En morgen weer hardcore draaien en drinken of weet ik veel wat. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga laten zien dat ik praktijk kan. Dat ik ook in de praktijk een christen kan zijn. Ik ga niks meer beloven, niks meer zeggen. Oh, in ieder geval heeft Feyenoord gewoon voor Ajax. Met 6-2, nou gefeliciteerd Feyenoord. Veel plezier ermee met de overwinning. Ja, ik ben heel sportief, heel keurig, heel netjes. Ik vind het prima. Ik vind het jammer dat mijn club verloren heeft. Maar ja, boeien. Zal morgen wel op het groep horen. Dat maakt niet uit. Ik kreeg in ieder geval van de week te horen van een huisgenoot dat mijn intro een beetje kort duurt. Nou, boeit het. Het is toch hartstikke leuk kanaal verder. Dus ik wil het andersom doen. Het is een hele mooie pet die ik aan op heb. In ieder geval, het loopt niet altijd makkelijk zoals je zelf wil. Of zoals je zelf gaat. Of hoe je ook voelt. Het is niet altijd makkelijk het leven. Ik heb laatst veel haters. Veel mensen omheen die mij niet mogen. Of die mijn rug omkeren. Of die geen zin hebben in mij. Nou, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik plaats best wel veel. Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die aan me omgeven en aan me denken. En ik wil jou uitdagen. Ik wil je uitdagen om te kijken wat allemaal wel goed gaat in je leven. Positief gaat. En mij. Laat even een leuke comment achter. En een leuke reactie achter op mijn YouTube kanaal. Ik krijg regelmatig. Dat vind ik wel leuk. En stuur bijvoorbeeld een appje of een berichtje wat jij ervan vindt hoe ik het doe. Want doe ik het goed? Moeten mijn vlogs anders? Moeten mijn vlogs langer? Moeten mijn vlogs korter? Dus even een korte update. Hoe het met me gaat en ik wil graag weten wat jullie van mijn YouTube kanaal vinden. Dus laat gewoon in de comments weten wat je van mijn video's vindt en wat beter kan of minder kan. En in ieder geval vergeet niet te abonneren op het kanaal en doe een duimpje op of je het leuk vindt en top vindt. En ja, het is nat buiten, het is koud. Ik moet deze week weer werken, gelukkig. Ik ga lekker veel fietsen. Ik heb een goede week gehad. Verder heb ik een prima weekend gehad. Ik ga over een half uur heel aan een bak te kijken met mijn familie. Net een koekje bekeken die mijn zusje had gemaakt gisteren met gisteren koekjes gebakken voor ons. En dat is gewoon verder een heel lief zusje voor de rest. En ze doet allemaal heel goed. En zoals ik begon naar heel veel hoe ze met ons omgaat. Dus ik heb respect voor haar. Ik hou heel veel van haar. Ik hou heel veel van haar. Dit heeft ze vandaag voor mij getekend. Love you, ik zou een vrouwtje, nou, hartstikke lief. En voor de rest, ja, heel toffe zondag gehad verder. Mijn stoel kraakt. Ik zit op met zo'n oude zeekamer, waar ik elk weekend slaap. Volgende week zou we even wel. Maar ben je vet? Ik kan ook een beetje in. Maar ik ga straks lekker naar raden en lekker naar de fris. Ik heb één raad voor dit weekend verder. Gisteren had alles opgeschopen. Opgedrongen bedoel ik. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik begon in ieder geval de gezinszorg. Superleuk kanaal. Miranda, je hebt ook een superleuk kanaal. Ik abonneer vooral op haar kanaal. Ook superleuk. Check vooral de kanaal op YouTube. Dus doe dat vooral. Superleuk kanaal heeft ze. En check gezinszorg. Check Marijn Tieren. Marijn TSD's op YouTube. En Amy's World, dat zijn de shooto's die ik eigenlijk wil geven vandaag. Voor de rest wil ik jullie gewoon allemaal heel veel many, many love zeggen. Dat ik heel blij ben met jullie en dat jullie mij van YouTube kanaal checken en zo. Ik heb een nieuwe intro op YouTube staan, check voor die. En check voor mijn andere kanalen of andere pagina's. En het gaat gewoon super lekker. Ik moet niet zo kijken naar negatieve dingen die mensen die me afkraken of die moeite met mij hebben, of met mijn schelden vloeken met mij moeite mee hebben, want sommige dingen gaan juist wel goed, gaan juist heel goed eigenlijk. Dat zou ik even zeggen. En voor de rest is het gewoon een lekker lui dagje, dus dat is wel lekker. Ik heb al 3-4 weken achter elkaar gewerkt, zondag en vrijdag. En zaterdag vrij, dinsdagmiddag vrij en zondag vrij. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks te klagen, ik heb gewoon minder te klagen. Zaterdag en zondag ben ik vrij. De komende week heb ik niet heel veel bijzonders. Nou ja, morgen gewoon weer werken. Morgenavond gewoon weer fysio-oefeningen doen en chillen. In Wageningen. De
Ik had uit slaap, hele week werken. Het is gewoon een normale week, jongens. Ik mag gewoon weer lekker fietsen, werken. Ik mag lekker positief zijn. Lekker dienst houden, dus mensen begeleiden en zo. Ik heb hartstikke veel zin in. Dat gaat helemaal goed komen. Ik krijg geen geld voor, maar dat maakt niet uit. Ik ben een soort van vrijwilliger, al 9 jaar. Dus hij moest zich trouwens tracteren op de bondkoe. Superleuk. Ik maak een foto van de tractatie die ik maak. Die krijg je die woensdag te zien. Ik ga woensdag dus gaan tracteren, omdat ik 9 jaar er zit. Speciale pennywams voor de bondkoe kopen. Dus dat is echt superleuk. Dat was heel gaaf. Ik heb zin deze week. Ik barst weer van de energie. Dat is heel grappig. Vrijdag ben ik helemaal op. Donderdag ben ik helemaal op. Zaterdag ben ik een beetje bij te komen. En zondag heb ik heel veel energie in één keer. Dat is wel bijzonder. In ieder geval wat ik hier bij jullie wil meedelen en wil zeggen is eigenlijk van dat wat je allemaal meemaakt in je leven, wat je allemaal doet en wat je allemaal zegt of denkt, praat er mensen over. Blijf er mensen over praten. Blijf positief. Ik ga voor het wat positiever worden. En 2019 zijn we net 4 weken verder en volgende week is alweer februari. We zitten al 4 weken in 2019, jongens, en we hebben nog een heel jaar om ons nieuwe kansen te hebben. En ons best te doen met alles. Dus dat wil ik even zeggen. En in ieder geval heel erg bedankt omdat je mij volgt. Dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Super tof. Grote als inzocht. Super tof dat je mijn YouTube kanaal bekeken en gereageerd op vorige video's. Super tof. En die ook zie je echt gaaf. En ik wil je gewoon allemaal bedanken voor het kijken van deze video. En ja. Dat was het voor nu wel, denk ik. Dat was de weekendvideo van 2019. Van 27 januari 2019. Ik heb een hele fijne avond wensen. In ieder geval, doe een duimpje op of je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. En like en deel. Vooral omdat ik hoop dat 70 abonnees staan. Dat zou ik heel tof vinden voor je maart. Hoop ik. Dus in ieder geval, een hele fijne avond. Fijne zondag verder. En dan zie je vanavond of morgen een nieuwe video. Doeg!